hier in het land van tofu. Het gaat er hier iets anders aan toe. Kijk maar, ze zweet op zijn. Waar is een klusje fan? Maar we houden van de koer. De wraak van de pompoenen. Oh, ik wou dat we ook met Halloween langs de deuren mochten. Krakatatatatatat! Hier, lekkere snoepjes die een fluorescerend gebruis in je mond veroorzaken. Wauw! Bedankt, moeder van Billy. Prettige Halloween! Sorry, maar met eco-ouders zoals die van ons hebben we nooit echt veel snoep in huis. Hier, ik heb nog genoeg. Ja, bedankt. We mogen geen Halloween vieren. Want het is een commerciële hype die mensen aanmoedigt om gezonde pompoenen te verspillen. Waarom komen jullie niet bij ons feest vieren? Dat is... Dit spul bruist, zeg. Gaaf. Maar ik weet niet of het van onze ouders wel mag. Op deze Halloweenavond roepen we jullie aan, geesten van de groentes. Protectonax, Sirenissum, Scooby-Doobus. Maak van onze tuin een plaats waar rust en vrede heersen. Sinds ze die tovenaarsgids voor groene toverkunst hebben gevonden, zijn ze krankjorum. Ik bedoel, hoe kunnen groentes nou een geest in zich hebben? Oh nee, dat zijn squashes divinus. Een soort dat bijna niet meer voorkomt. Wat? Titus Hubbub is bezig een bedreigde pompoensoort te vernietigen? Dat is een belediging voor de geest van de pompoenen. We moeten die arme pompoenen beschermen voordat het te laat is. Wat gaan jullie dan doen? Red de squashes divinus van de hubbubs. De geest van de pompoenen zal ons eeuwig dankbaar zijn. De geest waarschijnlijk wel, maar de hubbubs niet. Ik denk dat we dat feest wel kunnen vergeten. Ik ben nog niet van plan om het op te geven. Huh? Hij is vastgelopen. Tractatie of kattenkwaad. Jullie hebben je kinderen beroofd van snoep en vakantie. De grote geest van de pompoenen zal jullie daarvoor straffen. O geest, we bedoelden het goed. Is er niets dat we kunnen doen om aan uw straf te ontkomen? Ten eerste, laat uw buurman met rust. Want het is juist nobel van hem om op deze dag pompoenen te offeren. Ga dan naar het bos van Bow Village. Plant daar de zaden van de cucurbita, zodat jullie het pompoenenregeneratieritueel kunnen voortzetten. Susie, hou op! Nee! Vaarwel! Oh nee, hij verlaat ons. Kinderen, we moeten snel naar het bos om een belangrijk ritueel uit te voeren. Oké, een prettig ritueel. Tot later! Cool, nu kunnen we naar Billy's feest. Mag ik één hoeraatje voor het best Halloween patatje? Ja, een hoeraatje voor een halve garen. Oh, Billy, waarom ga jij niet even kijken of onze reuzenhamburger al bezorgd is, hè? En waarom verstop jij je niet, hè, totdat onze gasten gearriveerd zijn? Hé, hey, geef maar toe, hè. Je bent trots om de zoon van dit reuzenpatatje te zijn, hè? Ha, 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 ha. Ja! Je liet me schrikken, Lola. Hoor je die rare geluiden? Er is iets heel vreemds aan de hand hier vanavond. Dat komt door het kaarslicht. We moeten de windmolen weer op gang brengen. Kom mee, spoken bestaan niet. Ah! Laat me toch met rust, jij verenplaag! Krachtens de groene tovenaar! Reïncarneer! Cucurbita squashes! O geest van de pompoenen! Ja, hoor!
Klinkt als kruinen. Laten we gaan kijken. Curly! Susie! Dat is de geest van de pompoenen. Hij komt wraak nemen omdat we hem na hebben gedaan. Nu kunnen we dat feest wel vergeten. Hoe komen we van hem af, Chichi? Geest van agressieve cucurbit. Uitdrijvingsformule en afweermiddel. Phew, dit zal moeten werken. Dan moet je een snufje humus toevoegen dat geschept is in het maanlicht. Hey, ben je gek geworden? Er staat in het boek dat als we de formule verpesten, de geest zal muteren. Relax, zusje. Dit is organische compost van pa. En trouwens, alsof we een keuze hadden. Dit is een ramp. De geest zal alle spullen van pa vernielen. Eerst de formule. Rade, reto, kakubuta. Wauw, briljant. Als dat de geest niet nijdig maakt, weet ik het ook niet meer. Wat als die stomme formule hem onzichtbaar heeft gemaakt? Onzichtbaar of niet, we moeten van hem af. Kom mee. Gelijk, Curly. Dit is een mop. We waren vast voor niets bang en de geest is... Nee! Lola, help! De pompoenen hebben me! Lola! Hij komt eraan! Snel, een drankje! Heb ik jou gevallen? Snel! Ja hoor, tuurlijk. En ik ben Graaf Dracula. Kom mee, dan kun je het zelf zien. Nou, waar is je Halloween monster gebleven? Ik snap het niet. We hebben in ieder geval ons wapen. Kijk, huh? Daar heb je hem. Wat ben je aan het doen, Billy? Ik wacht op de reuzen met die burger. Hij schiet toch op, de gasten komen zo. Kom mee, help me even. Dan kunnen jullie op het feest blijven. Jullie moeten een beetje chillen. Oeps, sorry, maar de jeep ligt wel een tong. Lola! Hey, goudsbloempjes, we hebben jullie overal gezocht. Wat doen jullie daar? De Squashes Divinus regeneratieceremonie ging in totale harmonie met moeder natuur. De geest van de pompoenen zal trots op ons zijn. Eigenlijk is er een heel klein probleempje met jullie goede vriend de geest. Hij is nogal een eigen leven gaan leiden. Beste klanten! Oh, ik bedoel, beste vrienden. Mijn hamburger! Het is dood. Auw, mijn voet! Dat is de geest van de pompoenen. Ik snap niet wat er met hem is. Hij was eerst nog zo nuchter. Hey, ik kan me niet herinneren dat ik jullie heb uitgenodigd, groentekoppen. Nobele geest van de pompoenen.
heren, wat we u ook hebben aangedaan, waardoor u nu zo van streek bent. We smeken u om vergiffenis. Snel, Gigi, het maag is een drankje. Vade retro cucurbita! Wie heeft er ooit gezegd dat je beter twee hoofden kunt hebben dan één? Wat? Wat is hier aan de hand? Wat krijgen we nou? Ik eis een verklaring! Bravo! Oh, mooi! Oh, dank u wel! Ik wist dat jullie het leuk zouden vinden. En jullie, manische veganisten, met jullie reken ik later wel af. Het buffet is geopend! Heerlijk hoor, Frikkie. Wat een deugniet is die geest van de pompoenen. Hij heeft ons vanavond flink in de maling genomen. Dat zal de geest van de aardappels niet leuk vinden. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik ben vanavond meer gepest dan getrakteerd.